jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag hebben we een nieuwe episode van GTA 5 Online Adventures. En ik denk ik rij even rond en ik word gelijk achtervolgd door een mogoltje met een motor. Dus hopelijk komt hij naar mij toe en dan schiet ik hem ook echt helemaal naar de kloten. Dus kom maar met je motor, jongen. Ja, kom maar. Oh shit. Moet natuurlijk wel raak schieten. Gelukkig dat ik hem vooral kan raken, want hij zit natuurlijk op een motor. Weet dat hij daar ook echt gaat wachten als hij voortjes gooit of zo? Weet ik voor iets in de richting. Zo is hij wel. Kom maar. Nee, wacht je al op. Kom maar. Oh shit. Ik vind die besturing in het spel soms zo irritant, hè. Hier jongen met je motor. Ha! Sowieso. Hij is sowieso zo'n persoon die allemaal C4's neergooit. Ik ken die mensen wel. Maar ja, we gaan even kijken wat er mensen in de lobby wat aan het kutten zijn of sowieso even op die map. Maar eerst even voor die politie snappen. En dat doen we natuurlijk op een basis manier. Hoppakee. Oh, werkt dat? Nee, dat is niet helemaal zoals gepland. Oké. Nou ja, dat is ook een manier om achter je huis te komen. Maar volgens mij kan ik nou niet meer weg. Denk ik. Oké, daar kan ik dus niet tussendoor. Oké, volgens mij komt mijn auto hier niet heel... Wat? What the heck? Oké, what the fuck? Misschien kan ik daar tussendoor... Ik denk dat ik een beetje vast zit. Ik denk dat ik hier niet meer tussenuit kom. En misschien als hier een opening zit... Ja, daar gaat hij dus niet tussendoor passen. Gaat dat passen? Laten we proberen. Dat moet lukken. Oké, dat gaat niet lukken. Dat is balen. Nou ja, dan laat maar, hè. Oh shit, die kerel zit hier boven mij. Rennen. Ik moet hier even cover nemen. Die kerel die wil mij killen. Kom maar. Blijf dan maar mooi staan. Ik heb niks leuks om hem mee af te schieten. Dus dan doen we het maar gewoon oldschool. Come on, serf. Fuck you. Oké, ik zag gewoon die kerel, die sniper of zo. Die wou mij killen. Dus die mensen zijn niet te vertrouwen. Ik heb nog steeds die politie niet afgeschud. Ik ben mijn auto al gelijk kwijt. Nou, komt zich goed uit. Want dat ding was toch niks. Laat ik maar even iemand bellen. Voor een autootje afleveren. Staat hier eens leuks? Hier staat er altijd van die politie dingen. Oh, nice. Nice. Die ding is een fucking vet. Ik wist eens dat ding in stond. Kun je die niet garage neerzetten? Police Ryan. Die ding is fucking sick. Hopelijk kunnen... Oh, bounties. Die gaan we even fixen. Hopelijk kunnen ze me nou niet doodschieten. Want in principe moet dit een armored truck zijn. Dus ze zouden niet op die ruiten heen kunnen schieten. Maar dan zou ik het ook niet kunnen. Rij ik nou over me heen? Oh, ik reed over me heen. Ah, die bounty is al... heeft iemand al. Hoppakee. Sorry man. Sorry, dat moet gewoon. We zetten het ding aan. Oh, dit ding is fucking awesome. Deze wil ik echt meer hebben. Ik wil deze in mijn garage zetten, man. Ik heb alleen geen plek. Ik kan wel plek maken, maar volgens mij past deze ook in je garage. Maar sommige dingen kun je er niet zomaar in zetten. Maar even kijken. Zijn er wat leuke mensen in deze server? Trouwens, we moeten sowieso uitdagen voor wat ammo regelen. Hierboven misschien. Nee, ik heb zin om hierboven. Oh, nice. Ik had zin om naar boven te gaan, ik had zin om een vliegtuig te pakken. We gaan eventjes een vliegtuig bellen, denk ik. Of ja, een vliegtuig bellen. We gaan zorgen dat we een vliegtuig kunnen regelen. Pegasus. Trouwens, laatst had ik jullie beloofd dat ik nog een keer race zou doen. Dus ik ga zo meteen straks even kijken of ik nog een race kan joinen. Dus daar gaan we even kijken. We gaan wel in stijl. We pakken natuurlijk gewoon zo'n dikke privéjet. Ah shit, nearest airfield is zeker helemaal de andere kant. Oh shit, ze komen naar me toe. Come on. Hopelijk probeer... Oh shit, zit in de lucht? Ze zit in de lucht. Alle twee. Oh shit, what the fuck? Daar wil ik eigenlijk best wel tussendoor vliegen. Dan gaan we proberen. Maar wacht over... Oh ja, ik had jullie beloofd dat ik race zou doen. Ik ga straks wel even kijken of ik een race kan joinen. Maar ik heb wat problemen met al dat joinen in games, jongens. Dat werkt allemaal niet in GTA. En ik weet niet of het aan de game ligt of aan mijn PlayStation. Want de PlayStation 4 heb ik er eigenlijk nergens last van. Dus... Ik weet niet. Hopelijk komt deze game gewoon zo snel mogelijk in de PlayStation 4. Oh, zie dat bochtenwerk. Net niks geraakt. Ik wil hier eigenlijk gewoon vol het water in rijden. Maar ik denk dat ik dan helemaal niks bereik. Shit, er staat ook echt overal een hek. Dan zie ik eruit alsof ik wil zwemmen. Niet echt, hè. Hey, wacht, het is daar al. Oh, daar is het al. Ja, daar rijden we natuurlijk gewoon... Dit is echt helemaal doodlopend. Of niet, dit bovenste ding. Ja, dit is doodlopend. Dit moet toch wel door het water kunnen, man. Oké. Dat ziet er niet naar uit alsof je dat water kan. Oké, jammer dan. Het is toch een politieauto, dus die dingen zijn toch verzekerd. Denk ik, hoop ik. Maar nee, we gaan even uit zwemmen. God, ik kan niet zwemmen. Het is ondiep water. Mijn auto kan niet. God, is er dus... Wat? Call of Duty. Of Call of Duty, wat zeg ik nou? Call of Duty, GTA. Ja, ik ben normaal dit soort dingen gewend voor Call of Duty. Dat het allemaal niet klopt of zo. Maar ja, GTA klopt het ook niet allemaal. Kijk dit, man. Allemaal stenen en rotsen en rommel. In ieder geval, als het goed is, staat mijn... Ja, hij staat er. Mijn jet staat daar. Dan gaan we even uit zwemmen. Zwemmen? Vliegen? Shit, ik had allemaal nog ammo nodig. Nu heb ik dus geen ammo. Ik weet niet of ik mijn
mijn jet mooi op de weg kan parkeren en dan weer opstijgen. Ik denk dat dat echt te riskant is en dat dat gewoon nooit gaat lukken. We gaan toch gewoon proberen. Ik ga kijken of we ergens fatsoenlijk kunnen parkeren op de weg. En anders gaan we wel gewoon naar die, weet ik veel, naar die hillbilly shit. Dan kunnen we sowieso altijd parkeren, want die wegen zijn dan 10 keer zo breed. Dank iedereen. Oké, dan lijkt het erop dat dat niet gaat lukken. Moet ik er nou serieus gaan opblazen om weer door te kunnen? Jezus. Nee, dat doen we niet met C4. C4's zijn veel te goed. Gooi een granaatje. Kom aan. Kijk, die politie vandaag maar, zelfs niet. Oh, mooi, dat werkt tenminste. Dit is tenminste een goede manier om door een hek te komen. Allemaal moeilijk doen, allemaal mensen met tangetjes, weet je wel. Oh, gaan we allemaal open knipje, jongen. Gooi gewoon een granaat, ga niet mieten. En ik ben er bijna. Ik durf te wedden dat dat ding daar verdwijnt als ik er in de buurt ben. En ik heb het idee dat ik hier ook niet eens naar rechts kan. Ik heb het idee ook dat ik deze hekken niet op kan blazen. We zien het vanuit is. Alsjeblieft, ga kapot. Zeg alsjeblieft dat je kapot. Nee, kapot kan. Niet dus, helaas. Nou, dan gaan we dus heel dit pokkeind omlopen. Ah, waarom man? Waarom? Waarom doen mensen mij dit aan? Je kunt er gewoon echt niet komen. Sowieso was het gewoon een veel makkelijker manier. En ik wil die garage hebben hier. Dat lijkt me echt chill aan deze kant. Ik weet niet of dit een grote garage is. Op zich is het wel een chill plek. Echt langs het vliegveld. Oké, ik ben er bijna. Volgens mij als ik hier rechts ga en dan weer rechts, dan ben ik er. Dus hopelijk dat hij niet verdwijnt. Dan zul je altijd zien dat hij net recht voor je neus verdwijnt. Krijg je zo'n bericht van, hey, sorry man, we hebben hem terug naar, weet ik wat, gestuurd. Ja, nou. Dit ding gaat ook niet open hoor. Dan misschien. Het valt me op dat ik geen politie uit me aankrijg. Laat man. Ik heb het af, maar hier. Dit werkt tenminste wel. Oh shit, is dieper als dat. Jezus, ik moet al die hekken opblazen. Oh shit, rolt naar beneden. Werkt dat? Oh wacht, ja, dat maakt niet uit. Ik kan het tussendoor, maar ik heb hem toch een man. Ik kan hem moeilijk weer terug in mijn zak stoppen. Hier, kijk eens aan. Hij werkt perfect. Dan moet ik wel snel zijn. Want ze komen mij zoeken. En mijn jet, dat ding, dat start niet gelijk op. Dus waarschijnlijk moet ik die politie afschieten. Krijg ik nog mijn politie achter me aan. Kan ik weer niet wegvliegen. Jets achter me aan. Je weet wel hoe het gaat. Ik weet niet hoe het gaat. Ik hoop ook niet dat het zo gaat. Maar ja. We zien het van ijs. Mijn auto staat er trouwens nog steeds. Kijk hem op de kaart. Dat was zo grappig. Hier is mijn jet. Prachtig ding. Dat is echt vet. Ik heb laatst iets gehoord over een DLC waarbij ook mogelijk schepen inkomen. Zo van die dikke. En die cruiseschepen, maar van die. Hoe heet die ook weer? Van die lochte schepen, weet je wel. Die heel rijke mensen hebben. Ze dus helikopter op het dak en zo. Zulke soort schepen. Zo fucking vet, hè. Ik hoop echt dat dat kan. Dat zou ik zo te kopen. Maar oké, we gaan dus een eindje vliegen. Ik heb eventjes de lucht in. Ik ga even kijken of we een plek kunnen vinden waar ik ondertussen eens even mooi kan landen. En volgens mij ga ik nou langzaam naar beneden. Dat moet ik ook niet hebben. Even iets hoger, hè. Ik durf te wedden dat ik echt eens te gaan vliegen. Maar ja. een mooie plek. Waar heb ik ruimte om te landen? Oké, ik denk dat dit sowieso allemaal niet gaat lukken. Zit hier ergens een of andere gun shizzle? Oh ja, yeah. Mooi. Dat is de perfecte plek om te landen, zie ik wel. Dan gaan we nou gewoon een. Dit is echt vet, jongens, dit vliegtuig. Jammer dat er zo weinig te zien is in de lucht. Ja, ja, het enige wat je dan hebt is gewoon snel van A naar B te kunnen. Verder rest is er niet heel veel te doen. Je kunt, jee, ik kan leuke stunts doen met de vliegtuig, jee. Maar nee. Heel erg interessant zijn. En hier heb ik trouwens nog iets wat ik kan overvallen, wat ik nog niet heb overvallen. Ik heb echt een neiging om hier nou gewoon te gaan springen. Maar. Ik ben eigenlijk benieuwd of ik überhaupt wel een letjesfreak. Ik ben benieuwd of ik een parachute heb. Anders zou dat best wel lullig zijn. Dan zou ik ineens op mijn jet spring. En dan staat er zo van, ja maat, maar je hebt geen parachute. Dan heb ik zoiets van, ai, dat is kut. Dan gaan we nou over de lege basis heen. Volgens mij wel, hè. Zal ik dat maar eens niet doen? Oh, hier is iemand. Ja, hier is toch geen fijne plek om hier te gaan landen. Op zich moet ik nou die jet proberen te jatten, maar de laatste keer ging het me ook niet echt goed af. Oh, hier kunnen we landen. Of ja, landen, dat weten. Dat we gaan het nou nog gaan proberen. Maar hier moet ik zijn. Je moet ook niet te veel afremmen volgens mij, want dan stopt er die motor ermee. Waar je waarschijnlijk nou ziet. Come on. Jezus. Christus, dit is fucking moeilijk. Ik moet even dus wel lager vliegen voordat ik wil gaan landen, want dat was echt het laatste moment zo. Van, oh, ik moet hier landen. Come on, maak dat bochtjes. Oké, dat gaat nooit goed. Dan zie je gewoon dat dit fout gaat.
Dit gaat nooit goed. Nou. Alleen de stand om daar aanpalen. Dat is niet echt waar ik op gerekend had. Oké, come on. Ja, perfectie. Oké, ga weg met je ding. Oké, nee. Oh, gelukkig. Nee. Een boom. Is achteruit. Zo. Ik parkeer hem hier netjes aan de kant van de weg. Ik hoop niet dat daar iemand... Oh, pas op. Sorry. Ja, ik ben zo weer weg. Ik zet hem hier even neer. Niks aan de hand. Ik laat mijn sleutels erop staan. Ik vertrouw jullie. Heel eventjes wat dingetjes inslaan. Oh, ik heb wel armor. Dat had ik niet in de gaten. Oké, dan gaan we even kijken waar hij allemaal op zak heeft. Nou, sowieso grenade launcher. Dat is altijd leuk. Max ammo, al die shit. Nou, dit ding zit allemaal al vol. Ik wil eigenlijk alleen mijn grenade launcher, om eerlijk te zijn. Die zit allemaal al vol. Die shit gebruik ik door het sniper. Oké. Wat C4'tjes. Altijd leuk. Oh, die heb ik ook allemaal al. Die heb ik net allemaal verneukt, die granaten volgens mij. Volgens mij heb ik niet heel veel nodig. Ik wil eigenlijk alleen maar grenade launcher hebben, dus dat is mooi. Dan kunnen we snel gaan. Hoop ik staat het nog. Perfect. En maat! Ik weet niet wat jij van plan bent, maar daar kun je dus niet door. Nou. Even kijken. Waar staat... Hey, ik zie bounty. Oh shit, eerst die bounty. Oh, dit is ook niet echt ideaal. Wat? What the? Die kerel die reed onder mij door of zo. Oké, we gaan proberen opzij. Ik ga die bounty proberen te fixen. Ik hoop dat hij daar ook nog leeft. Want ik wil eigenlijk de andere kant op, maar bounties, daar doen we het voor, hè. Jongen, dat werkt gewoon goed, jongen. Je kijkt hoe breed ze die wegen hebben gemaakt. Volgens mij is dat het idee wat ze erbij hadden. Toen ze die wegen hier aanlegden. Van, we moeten hem zo breed mogelijk maken dat er überhaupt wel een jet kan landen. En er zijn twee bounties. Dat is nog beter. Ik ga daar echt eruit springen, jongen. Oh shit, dan heb ik niet gekeken een parachute. Kut. Ja, ik ga er maar gewoon vanuit dat ik een parachute heb. Als je in zo'n jet stapt, dan zal er sowieso wel iets van een parachute aanwezig zijn, denk ik. Hopelijk. Oké, welke gaan we als eerste? Oh, hier, deze dan. Die is mooi in de buurt. Hop. Ik denk dat we deze wel eens mooi kunnen killen. Eindelijk moet ik op hem neerstorten. Dat zou echt sick zijn. Als ik zie waar die überhaupt is. En... Wacht, we moeten eigenlijk... Wacht, ik ga heel even off the radar doen. Ik vlieg heel eventjes voorbij. Ik hoop niet dat die kerel denkt van... Oh, iemand wil me killen. Want ik kom gewoon bij vliegen met mijn jet. Niks aan de hand. Niks aan... Oh shit, volgens mij heb ik een ongelukje. What do you need exactly? Off the radar. Okay, maar een jet hier rookt een beetje. Volgens mij kwam hij zo niet uit de doos. Oké, nou gaan we het. Nou gaan we aanpakken. Come on! Ik hoop dat hij daar. Oh nee, wat is hij niet? Je ziet het altijd zo moeilijk van bovenaf, hè? Waar rijdt die gozer? Of vliegt hij? Hij rijdt, denk ik. Oké, ik spring uit. Dat duurt veel te lang. Oh nee. Oké. What the fuck? Oké, dus. Dat was iets anders dan ik had gepland. Maar een zachte landing, dat is het tenminste wel. Die kerel die. Rijdt hier onder. Come on. Jij bent voor mij. Come on, ik wil snipen. Oh, ik wil snipen. Split, zeg dat je niet zo snel rijdt. Ga de rest stilstaan. Je hebt geen reden om zo snel te zijn. Niemand wil jou killen. Je hebt helemaal geen rode stip of zo midden op de kaart. Die naar jou toe leidt. God, waarom rent iedereen altijd van mij weg? Nou, we kunnen de politie achter me aan. Ik wil echt mooi uit dat ding springen, weet je wel. En dan met die parachute zo die kerel... van bovenaf gewoon helemaal kapot schiet. Dat was mijn idee. Maar de uitwerking ging alleen niet zoals gepland. En... Alsjeblieft, hij komt terug. Let's go. Daar is hij niet. Hij komt eraan. Come on. Eerst wil ik hem snipen, dan ga ik heel snel switchen naar een grenade launcher. Oké, dat werkt niet. Nee, ik heb geen grenade launcher. Hij is zoveel gelukt, die man. Wauw, ik moest zo snel schieten en switchen tot ik mijn granaten, man. Ik had hem gewoon kunnen hebben als ik mijn grenade launcher gelijk in de hand had. Maar ik denk, ik kan er wel snipen, man. Ik zou het fucking scheef. Waarom ben ik slecht? Die kerel die moet terugkomen, hij moet me uitdagen. Come on. Ga die pushen doen. Come on. Ik heb ook nog die politie achter me aan. Weet je hoe moeilijk dit voor mij is? Zij zitten met z'n tweeën in een auto. Die politie die rolt ook niet op. Oké, nou heb ik echt een probleem. Alsjeblieft, ga weg. Ik ben net om de hoek. Ja, ik sneak hem hier om de hoek. Ik ben alleen niet zo snel met zijn wapen, man. Een AR. Jezus, kan dit poppetje niet doorlopen? Oh, mooi. Ik ben de politie kwijt. Ik kan niet op de radar. Laat maar. Hou je ding maar. Ik wil hem snel. Nee, die mensen zijn fucking snel. Ja, die hebben zo'n dikke sportauto. Wat heb ik? Ik heb hier Samba-bus. Nee, het is geen Samba-bus. Die dingen zijn vet, trouwens. Typ maar zin op Google. Samba-bus.
zijn awesome. Oké, pak je dit ding erbij. Mislukte golf. Of weet ik veel. Is dat het huis of zo? Nee, dat kan niet. Daar kun je trouwens geen huis hebben. Daar zat hij net ook al, daarom. Toen ik hier aan kon vliegen. Ik kan niet off the radar doen, want dan kun je 5 minuten lang niet doen of zo. Ik vind het nog steeds jammer dat dat niet werkte, jongen, met die jet. Dat duurt te lang om uit zo'n jet te stappen. Je hebt eerst die deur die je moet uitklappen. Dan moet je eerst nog, weet ik veel, die trap aflopen of zo. Dat is een trapdeur ding. Oké, zeg alsjeblieft dat ik die gozer vanaf hierboven kan zien. Dan ga ik hem snipen. Oké, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Perfect. Hele mooie spot. Dan moet ik hem alleen nog zien. Heb je die boom ervoor zit? Oh. Ah, nee, daar reed hij. Ik zag zijn naam. Waar ben jij? Waar zit jij? Zij zit er niet precies achter dat fucking muurtje, hè? Oh, daar. Oké, weet je wat we doen? Ik zet mijn auto even klein naar voren. Oh, ja, valt ook eigenlijk helemaal niet op, hè? Ik zit achter koffer. Er staat fucking auto midden op een heuvel. Oké, hopelijk werkt dit. Hopelijk dat zij mij niet snipen. Dat zou best wel lelijk zijn. Ik kan achter koffer gaan staan. Wat is dat voor onzin? Oké, nou, dan doen we het wel zo. Oh, shit. Come on! Ga je er gewoon één klein stukje naar voren? De deur gaat al open. Of poort. What the fuck? Was er geen hit? Is er een hit? Ik zie dat toch zo hard. What the fuck is going on? Ze hebben zoveel geluk, hè. Ik zie het gewoon fucking raak. Ik weet niet wie die bounty heet. Oké, nou heb ik denk ik een probleempje. Laat je kop zien. Ik zie jou niet. Oké, die was wel hit. Iedere keer die klote paar. Hij schiet niet als ik al schiet. Iedere keer als ik schiet, dan schiet hij te laat. Ik druk die knop dan neer, maar hij reageert niet gelijk. God. Oké, jij sterft. Lijno is god, verstomme stilte. Ja, ik druk al zoveel op die knop, maar hij schoot gewoon niet. Jezus. Lekker voor je. Dan ben tijd. Ik heb fucking snipen, jongen. Ik kan niet snipen. Nee, het probleem is, iedere keer als je op je knop drukt, dan moet je 2 tellen wachten of zo, dan schiet hij pas. Dat is heel raar. Maar daar, als jij links, rechts, links, rechts, dan schiet iedere keer net te laat. En ik denk dat die mensen mij nou willen killen. Dus ik rij met mijn superauto, rij ik weg. Want ik denk niet dat dat goed komt. Oké, dit is gewoon een skill. Kijk dit. Mop. Zo ga je gewoon de politie gewoon ontlopen. En, oké, doen we zo. Mop. Dit ding kan daar hebben. Dit ding is ervoor gemaakt. Oh shit. Oeps. Is er nog ergens een bounty die ik kan fixen? Nee? Ik ben benieuwd. Ik heb hier trouwens al die moeite gedaan voor $1000. Die mensen komen achter me aan. Zie je dat? Kan wat, maar die willen me wel dood hebben. Ja. Kan maar. Ik zit erop je te wachten. Ze zijn helemaal boven. Ja, nou, ik weet niet of ze naar mij toe komen. Oh, wacht, shit. Ik heb nog steeds 2 sterren. Politie. Oh, rennen. Ik klim gewoon rechts tuin en ik ben de politie kwijt. Mooi. Laat zien. Als hij deze kant opkomt, dan zou ik hem daar zo moeten zien. Hij komt alleen niet lijkt erop, dus... Oh, wacht. Komt hij van de andere kant? Oké, weet je wat? Wat maakt mij uit? Ah, hij zit in de lucht. Kom maar wel laag, want ik knal uit de lucht. Hè? Dat moet je weten. Zelfs niet dat het... Nee, dat ding schiet niet zo. Ik moet veel hoger aimen, want dat ding schiet in een boogje. Nee. Nog 1 keer en dan houdt het op. Oké, het houdt op. Oh wacht, we hebben sniper. We gaan het proberen te snipen. Kom aan. Ik wil die andere sniper eigenlijk. Ik zie niet eens zo die bomen. Moet je nou echt serieus precies achter die boom? Oh shoot. Waar zit je? Oh, daar liep je. Come on. Waarom? Oh, hij heeft een auto. Lol. Volgens mij wil hij me echt dood hebben. Nee, hij rijdt voorbij. Nou vliegt die heli weer voorbij. Iedereen die ik wil killen, die gaat van mij weg. Dat is fucking GTA, jongen. Je hoort elkaar af te schieten. Waar de fuck zit jij? Oh, daar. Come on. Ik wacht op het goede moment. Ah, hij zit over je hoofd heen. Klimmen. Ik kom neerschieten. Klim. Oké, dat kan toch gewoon zo. Wow. Hey, jongens, ik moet dat sniper gewoon een keertje onder de knie krijgen. Hè? Dat heb ik niet gelijk in 1 tel. En hopelijk is dat die snel. Juist, dat is daar heb ik graag. Wat? Mis?
pakken. Holy moly. Die was awesome. Hier jongen, ik snipe er gewoon uit jullie. Ik kan niet snipen, maar als ik dat eventjes doe, dan zal dat op zich wel weer terugkomen. Maar het is gewoon heel apart, de snipe in het spel. Je moet gewoon meer de spel spelen. Dus hoe meer jullie liken, hoe meer video's er komen, hoe beter ik weer in de game word natuurlijk. Hey, win-win-win situatie. En ik ga even een mutje. Die mensen, ze willen naar me toe komen, ze durven niet. Oké. Ik speel trouwens best wel sneaky, maar zo moet je volgens mij GTA ook echt spelen. Je kunt die moeilijk run and gunnen, want ja, dan ga je gewoon dood. Je wordt gewoon helemaal in de kloten geschoten. Boven eentje. En je kunt ze natuurlijk wel even challengen een keertje. Daar is helemaal niks mis mee. Want dat is wat wij nou gaan doen. En die heli. Come on, mooi. Kunnen we die heli nog pakken? Hij staat hier gewoon! Alsjeblieft, zeg niet dat hij ontploft. Zeg alsjeblieft niet dat hij gaat ontploffen. Oké. Oké, ik zeg niks. Was te verwachten. De propellers staan tegen de muur aan. Zullen we ploffen? Ik denk het wel. Ja, boom. Dus. In ieder geval, ja. Ik weet niet. Ik heb eigenlijk de neiging om er eventjes die kereltje af te schieten. Maar ik denk dat ik zo meteen maar eventjes kan kijken naar een race. Ik ga alleen deze gozer nog eventjes met een shotgun. Ik ga hem neerslaan. Zeg alsjeblieft. Oh, ik heb zo'n vet idee. Even Lester bellen. Ik hoop dat hij niet AFK is. Want dan is de fun eraf, weet je? Als je AFK is, niet leuk. Ik ga hem neerslaan. Off the radar. Mooi, ik ben off the radar. Dan ga ik hem neerslaan met de stok. Zeg alsjeblieft dat hij mij niet verwacht. Ah, hij is AFK. Nou, dat maakt niet uit. Ik wil niet zeggen dat... Ah, mijn poppetje! Wat doe je? Dat maakt niet uit dat ik hem hier neer kan slaan. Hier, ah, come on! Hij liep nog net weg. Hij liep nog net weg. Come on, sterf! Oké. Daar is nog iemand die gaan we proberen te killen in 30 seconden tijd. Oh, daar gaan we de volgende keer proberen. Zoveel mogelijk mensen te killen met de stok en dan de hele tijd off the radar. Gewoon sneaky kills en zo. En snipe en zo, dat is fucking vet. Zo zoek ik even die keer op. Ik hoop echt niet eens AFK zijn, dan haalt het de fun weg. Het is vet als ze het niet verwachten. Deze van achter neergeslagen met zijn stok. En ik spreek niet uit ervaring hoor. Ik kan eens iemand neerslaan van achter met een stok. Ah, die kerel, die weet niet of ik eraan kom, maar dadelijk... Nee, ik heb maar 2 seconden, hij is te ver weg. Oké, dan heb ik een probleempje. Ik heb inderdaad een probleempje. Ik loop naar tegemoet, hij weet dat ik eraan kom. Ik zag zijn poppetje bewegen, dus ik weet dat hij niet AFK is. Zie je? Hij draait rondjes. Ja, hij weet toch dat ik van deze kant kom. Want dan kan het gewoon op de minimap zien. Ik klim hier heel snel overheen. Hopelijk kan ik hem... Klim nou, god, irritant. Kut poppetje. Oké, pakken we dit dan. We smoken hem naar buiten. Ik weet niet waar die precies zit. Oh, hij zit een beetje in die kant op. Oh, nou loop ik zelf precies waar ik net dat ding neergooide, of niet? Oké, come on, come on. Ik heb een stok. Ik heb een stok en ik ben niet bang om hem te gebruiken. Come on! Nee, is dat best... Oh ja, dat is zo gelukkig. Oh, ik gooi even die boom. Come on. Sterf. Ik weet niet of hij slim is. Waar ben jij? Waar ben jij? Ik wil hem neerslaan. Dat is alles wat ik wil doen. Dat is mijn taak. Oh, wat? Hij is dood. Hoe de fuck ging hij dood? Is hij doodgevallen of is hij doodgegaan door mijn granaat? Of ja, dat was zo'n smoke ding. Tear gas of zo. Oké, we gaan nog een keer proberen. Ik wil echt off the radar, maar dat kan niet. Dat is een fucking probleem. Come on. Come on. Ik weet dat je me wil killen. Oké, dat was ook niet echt handig. Oké, doen we het 2 keer. Oké, we gaan nog een keer proberen. Gooi hem. Oh shit. Nee. Ik sterf nou zelf van de eigen spul. Snel weg. Moet je snel. We gaan dit sneaky aanpakken. We gaan via het dak. Kan dat? Nee, ik ben niet zo groot. Zo ver kan ik ook niet springen. En die kerel. Ik wil echt de kerel killen. Hij weet het. Waarschijnlijk de politie. Trouwens, hij schoot net zelf ook. Dus die politie hoeft niet van mij te zijn. Ik ga even achter de ding staan. Hij gebruikt een assault rifle en ik een stok. Is dat eerlijk? Nee. Kun je heel eerlijk over zijn? Dat is niet eerlijk. Asshole. Holy shit, die politie heeft shotguns! Nee. Ik heb 1 ster, what the fuck? Ik heb niet meer de shotgun geschieten. Dat is een beetje overdreven, niet? Oké, Lester, laten we jou eens eerst eventjes bellen voor
het eerste en als die politie weg te werken. Want daar heb ik dus helemaal geen zin in. Lester, neem eens even op. Dan doe je nog gewoon nuttigs. Oké, nou moet ik heel snel zijn voor die volgende. Lester, ik had je net nog aan de telefoon. Je hoeft niet eens op te hangen. Ik heb meer dingen. Oh shit, ik moet snel weg. Snel! Ik moet snel weg zijn! Is die kerel nou dood? Nee, die kerel is dood. Dat is gunstig. Doe me nou even snel Lester bellen. Nou, hopelijk kan ik weer off the radar. Lester, neem op! Hallo. Tja, rotkop. Off the radar. Ik moet nog een minuut wachten. I'll be keeping my eye on you. Goodbye. Oké, we gaan nog één keer proberen. God, ik zit vast! Oké. Damn! Oké, daar kan ik ook helemaal niet overheen springen zo, want dat is zo hoog. Not. Oké, we doen het anders. We rijden hem aan. En vervolgens dus knuppel ik hem dood. Dat is mijn nieuwe tactiek. Hopelijk werkt dit. Oké, aan de achterkant zit dus gewoon een lekker groot raam. Ik denk ik rij expres achteruit, zodat het moeilijker is om mij te raken. Not so much. Oké, ik moet hem dood hebben. Dat is mijn doel. Ik moet hem één keer dood knuppelen met de stok. Lester, nou kun je doen wat je moet doen. Rijdt hij nou weg? Nee! Zeg niet dat hij wegrijdt. How can I be of service? Off the radar. God, 20 seconden. Your brain has started working. Hij moet hem uitkomen. Kom hier. Rat, kom terug! Zat hier altijd al huizen hierboven? Ik kan me niet eens herinneren dat hij boven huizen zat hoor. Is dat nieuw? Ik ga even richting dat huis. Ik hoop niet dat hij daar naar binnen gaat, want dan maakt het eigenlijk al helemaal saai. Dan kan ik hem niks meer doen. Nou, komt hij hier ergens. Hij zit een vlaggetje. Zit hij aan het menu of zit hij aan het huis? Ik weet niet man. Oh wacht, dit is mijn huis. In ieder geval, dan laat ik het hierbij. Ik ga even kijken of ik een race kan vinden. Dus hopelijk zie ik jullie zo meteen nog. Als dat niet zo is, dan sowieso 100% zeker. De volgende video is dan gewoon een GTA race. Maar in ieder geval, ik hoop jullie zo meteen nog zien. Zo niet, dan hoop ik dat jullie de video leuk vonden. Dus als je het leuk vond, laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer dan weer. Houdoe. Hey jongens, ik heb een race gevonden. Het is een hele korte baan. Ik had jullie beloofd dat ik deze video een race zou doen. En jezus, dat is echt slecht joh. Ik had die boost vergeten. Maar in ieder geval, de volgende keer ga ik ook gewoon zorgen dat ik gewoon een leukere baan krijg. Maar ik had het beloofd, dus ik denk, weet je wat? Dan moet het ook een race zijn, hoe klein je ook is. Ik had het beloofd. En ik hoop niet dat, weet je nou, dat die mensen mij daar ook inhouden. Ik weet niet hoe dat heet, dat is zo'n instelling, dat ze inlopen. En ik hoop ook niet dat ze gaan beuken, volgens mij die ene keer achter mij wel. Oké, come on. Ik rij jullie gewoon eruit. Ik weet niet. Oh shit. Ik weet niet hoeveel laps er zijn. Ik ging rijden en heb. Oh fuck, 5 laps. Damn, ik hoop niet dat ze dit verkeer in gaan rijden. Dat vind ik echt verrun. En deze map is zo easy. Dit is echt een XP map. Die heb ik jullie ook een keer laten zien. Dus heel veel XP kreeg bij deze race. Maar je moest maximaal 3 laps rijden. Want daarna krijg je geen extra XP meer. Maar ik rij iedereen gewoon eruit met mijn GTA. GTR. Je rijdt in de LG volgens mij, ik weet niet meer 100%. Ik noem me altijd gewoon een GTR, want het is een GTR. Hij is zo fucking awesome. En ze hadden custom vehicles aangezet. Sommigen hadden het volgens mij ook, maar niemand deed te sneller, lijkt erop. Of ze kunnen gewoon niet rijden, want ik rij ze eruit. Maar zoals ik net al zei, ik had beloofd dat ik een race zou doen. Ik denk, ik moet het ook doen. En dan krijgen we zo'n korte race. Dat is op zich wel gunstig, want volgens mij was mijn video al heel erg lang. Ik heb geen flauw idee hoe lang ik er net over heb gedaan, dus dat is altijd een beetje moeilijk. Met gokken. Maar de volgende keer ga ik proberen zo'n vette race te doen. Weet je wel, allemaal in de bergen en zo. Dus hopelijk dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dan ga ik gewoon van begin af aan al gelijk een lobby zoeken. En niet op het einde, want dat duurt allemaal veel te lang. En het lijkt erop dat ik ga winnen. Met mijn 2 vingers in mijn neus. Het is dat ik geen facecam aan heb staan, want ik zit nou echt in mijn vingers. Nee, grapje. Nee, maar die mensen die komen eens in de buurt, man. Kijk dit. Oh. Dus ik had de meest eentonige map die je mag kan verzinnen. Gelukkig zijn er nou ook met die Rockstar Verified races. Er zijn dus races die de mensen zelf hebben gemaakt. En die kiest Rockstar dan uit, dan vinden ze die goed. En dan kun je die in zo'n lijst vinden. En dat betekent dat er eigenlijk altijd wel nieuwe races te vinden zijn. En dat je ze nooit allemaal al gehad kan hebben. Want Rockstar die... oh shit, die kerel loopt in. Rockstar die zorgt gewoon weer voor dat er nieuwe maps komen. In ieder geval de mensen die er spelen, die maken nieuwe maps. En Rockstar kiest er dus weer nieuwe uit. Zie wij staan. Maar volgens mij is het echt, als mensen heel veel achter staan, dat ze automatisch inlopen. Dat ik niet meer zo hard kan rijden. Maar ik heb toch gewonnen. Fuck hem met zijn mooie Porsche. Ik noem het altijd Porsche. Ik weet niet hoe dat ding heet.
Maar ja, ik hoop toch dat jullie de video uiteindelijk leuk vonden. Het is een race van 2 minuten. Goh, 2,5 dit. Maar in ieder geval, als je dus de video's leuk vond, laat ze een like achter. En dan hopelijk volgende keer gewoon een leuke race kunnen doen. Dus gewoon een spannende race. Een leuke baan. En niet zoiets als dit. In ieder geval, ik zie jullie de volgende keer dus hopelijk weer. Dus tot dan en houden we.